Lieve Facebook-vrienden, goedemiddag en welkom terug bij mijn wekelijkse update op Lago Idro Glamping Boutique aan het Idromeer Noord-Italië. Zoals jullie zien ben ik hier vandaag met onze grote vriend Spotty. Hoi Spotty! En Spotty die wou vandaag graag mee om te zien hoe de werkzaamheden hier op Idro gaan. En hij vindt het helemaal leuk. En hij kan niet wachten om deze zomer met jullie kindjes hier de Mieridisco te gaan dansen. Dus als jullie zo meteen met mij meelopen, dan laat ik jullie zien wat we afgelopen week gedaan hebben. En zodat jullie ook upgedate zijn. Ga met me mee. Lieve Facebook-vrienden, hier zijn we dan. Wat ik jullie de afgelopen week had laten zien, al deze paadjes die ingegraven waren. Hier liggen nu eindelijk de leidingen van het gas en van het water. Daar zijn ze nu mee bezig om die dicht te maken met zand. Morgen zullen ze beginnen om het rioollijn aan te leggen en de buizen waar de kabels voor de elektriciteit in zullen geïnstalleerd worden. En volgende week zullen we denk ik aan de slag gaan met het bouwen van ons zwembad, van ons zwemparadijs. Ik hoop dat jullie met plezier naar onze updates kijken. Het is hier best koud vandaag. Het is een beetje grijs zoals je ziet, maar het regent al anderhalve maand niet. Dus we wachten de komende dagen op een beetje regen en wij zien elkaar weer met mijn update volgende week. Een dikke kus vanuit Lago d'Idro, vanuit Anfo, een heel leuk plaatsje. En vanuit Lago Idro Glamping Boutique. Ciao ciao, we don't give up.